Remco, schiet op! Schiet op! Schiet op, mijn jongen! Schiet op, mijn jongen! Kut. Ik zit even te denken. Oh, jeetje. Oh. Wat is het probleem? Oh, jee. Oh, ja, God. Ik zit even zo. Oh, ja. Nee. Yo, bewoners van de GameStad en welkom bij een nieuwe Sketch Battle met deze drie gasten. Huh? Hoe dan? Huh? Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Oh, hey, dit is Remco. Hey. Hey, man. Ja, mij ken je vast niet. Ik ben hier niet zo lang bij, hoor. Nee, Remco ken je vast niet, man. Nee, echt niet. Nee. Dit is Maarten. Misschien ken je Maarten van de sketches. Hij doet heel vaak mee in de sketches. Ik ben bekend. Ik ben de beroemdste. Hij is de beroemdste sketchmaker van heel Nederland. Hoi. Wie ben jij eigenlijk? Xtas. Je weet wel, die ene van die andere. Ja, precies. Oké. Dat is heel duidelijk. We gaan weer een sketch battle doen. En dat is heel duidelijk deze keer. We gaan natuurlijk gewoon elke keer een vlakje kiezen. Dus wie wil wel wat hebben? Jij wil met de kip. Jij wil die. Oké, we hebben een nieuwe regel erbij. Of tenminste voor deze aflevering, want Maarten wil graag meedoen. Jullie kunnen nu Maarten gebruiken in jullie sketches als je hem nodig hebt. Als een soort extraatje. Ja, dus. Ja, oké. Ik heb ook al een heel leuk idee. Ze hebben allebei al een ideetje. En ik heb gehoord dat die van Remco echt heel leuk is en geinig is. En die van Luke ook wel. Die van mij wordt veel beter. Heb je een konijn nodig? Ja. Oké, helemaal mooi. Die heb je dan gelijk. De tijd om iets te bouwen gaat nu in. Oké. Oh, jezus. Holy. Zo, nou kun je lekker nooit weten wat ik hier heb, joh. Maar... Nu ben ik benieuwd. Is dit in je... Dit is in je vak? Dit is in je vlak, toch? Is dit in zijn vlak? Ja, dit is in mijn vlak. Dit is mijn hele vlakkie. Holy shizzle-mizzle. Oké, wat ga je allemaal doen, man? Ja, ik ga echt... Serieus? Je gaat versteld staan. Ik heb namelijk... Ja, het is echt... wacht even, kijk uit. Je kan echt redelijk wat... zo. Oh, zo. Huppatee. Doei, kip. Kip is dood. We maken even wat verschillende vloertjes. Oh, oké. Ik vrees dat ik nog hoog moet. Maar goed, elke vloer gaat staan voor een sprookje. Oké, leuk. Ja. Oké, leuk. En Luke, hey. Wat de fuck ga jij bouwen hier? Ja, dit is niet wat het lijkt. Nee. Dit is geen... Een casting couch of zo, nee, dat is het niet. Een knuffelmuur of zoiets. Ja, precies. Maar het ziet er wel goed uit, Luke. Ga zo door. Echt superman. Ja, man. Oké, even snel kijken bij deze kok te maken. Zo, waar ben jij bezig? Ja, kok te maken, ja. Oh, hier bezig. Ik ben bezig, ja. Zouden jullie willen weten hoeveel tijd jullie nog hebben? Ja, hoeveel heb ik nog? Jullie hebben nog 4,5 minuut. Oh, kutzooi. Kut. Maar... Oh nee, dit gaat echt helemaal... De vorige keer heb ik er een minuutje bij gedaan. Misschien ben ik weer zo aardig om wat te doen. Oh, ja, Nou, ik wil wel een leuke sketch van jullie zien. Dus ja, Maarten, wat vind jij zo... Zonder een beetje te beschrijven wat ze aan het bouwen zijn. Wat vind jij ervan worden? Groot en kleurrijk. Groot en kleurrijk. Groot en kleurrijk, ja. Ja, vind ik echt mooi, man. Oké, Remco is al aan het tuinieren. Ja, ik ben tuinieren, joh. Ik ben echt een keizer in tuinieren. Kom op, gooi dan, joh, kutboom! Remco, ik kom je gebouw niet in, dus mag ik even naar binnen komen? Mag ik even binnenkomen, Remco? Ja, kom naar binnen. Ja, je bent nou toch al... Ik ben nu toch al binnen. Ja, zo, ja, gerepareerd. Het gaat allemaal lekker hier, of niet? Ja, nee, dat gaat echt uitstekend, dit. Zo. Ja. Zo. Oké. Oh, kut. Wacht. Ja, dat snapt mijn reet ook wel. Wow, rustig. Ik ga wel weer weg. Zo. Waarom kan dat ding dan niet gewoon fucking... Wow. Oké, nou, Remco, lekker bezig. Dus even bij Luke kijken. Hey, ga maar lekker even bij Luke kijken. Wat is dit voor een... Slaat je nou mensen op of is het een slavenhandel? Nee, dat is... Nee. Ik ga ze dingen leren. Maar daar kom ik straks op terug. Oké, dingen leren. Oh, wacht, ik krijg een idee. Ik ga niet zeggen wat, maar ik krijg een idee. Remco, schiet op! Schiet op! Schiet op, mijn jongen! Schiet op, mijn jongen! Ja.
Kut. Ik zit even te denken. Oh, jeetje. Oh. Wat is het probleem? Oh, jee. Oh, ja, God. Ik zit even zo. Oh, ja. Nee. Hé, hey, Maarten. Heb je dit al gezien? Ja. Heb je dit al gezien? Mijn naam staat er al. Mijn naampje staat hier. Waarom staat je naampje daar? Daarom. Ik ben heel bekend, dus iedereen wil mijn naam gebruiken. Oh, vandaar. Clickbait. Dus clickbait. Ja, nee, precies. Zo. Oh, er gaat allemaal dingen geslacht hier ineens. Oh, nee, jongens. Geen paniek. Geen paniek. Ja, je kunt het. Deze beesten zijn veel slimmer. Oh, oké. Okay. Zo, ja, oké. Okay. En dan, zo. Nog. Ja. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. En leg de pauw stil! Het is gedaan. De tijd is op, jongens. Nou. De muur die gaat nu weg. Ja? Oké. Okay. Okay. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Dit hebben jullie gebouwd. Oh, man. Het is gewoon mooi, oké? Okay? Ja, wat moet dit nou weer voorstellen? Ja, wat is dit dan? Ja. Nou, ik noem dit de toren. Let op, hè. Dit, ik heb hierover nagedacht. Dit ja. is de toren van de verkrachte sprookjes. Nou, kijk. Zoals Remco heb ik niet zo'n speciale naam. Ik noem het... Wij zijn nummer 1. Oh, kijk. Ja? Ik had een soort van gelijk. Mooi. Nou, ik weet... Nee, weet je. Ik noem dit gewoon... dit is mijn voorstelling van een homobar van binnen. Maar oké, okay, is goed. Maar nu komt de vraag. Wie wilde beginnen met zijn sketch? Ik, nee, wacht even, de slechtste eerst, dan is het best voor de laatste. Ja, ah, nee, houd toch op, man. Niet beginnen. Oké. Okay. Jongens, hebben jullie ooit een echte Mart zien spelen? Zeg nee, zeg nee, zeg nee. Nee, nee, nee. Oké, oké. Okay. Hebben jullie ooit een sketch gemaakt? Zeg nee, zeg nee. Nee. Nee, 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 eigenlijk niet, nee. Ah, ik kan wel zien dat ik jullie moet leren hoe je een echte sketch moet maken. Okay, kom even. Oké. Okay. Allemaal? Oh ja, 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 jongens, goed. Oh, dat kut voor. Oké. Oké. Jongens, ga even allemaal hier staan. Ja, je maakt je eigen decor kapot. Wij zijn nummer 1 sketchers. Woe! Niet de schoenen trouwens, maar andere okay. sketchers. En dan, wacht, nu moeten we even een rondje eromheen lopen en zo. Want dat is ook een clip van Weer Number One. En dan komen we hier zo. En dan moet ik hier tekst verzinnen, maar ik heb nog niet echt de tekst geschreven, want ik had het moeilijk met tijdnood en dat soort dingen, dus... en zo, en hebben jullie al wat geleerd? Ja, het zijn nu echte sketches. Zeg, Maarten, ja. Ik dacht dat we naar een gaybar gingen, ik weet niet, maar... Echt, hè? Joe. Klaar? Is het klaar? Was dit hem? Ja, dat was hem. Welkom bij de verkrachte sprookjes. Let op, ik heb geen skins kunnen fixen. Maar Fris TMF is in dit geval een vrouw. Das, jij bent de houthakker. Jij gaat even hier naar binnen. Zo, hier naar binnen zo. Ja, oké. Okay. Oké, komt ie, hè. Er was eens een houthakker. En die had een zoontje. En zijn zoontje heette Klein Druipje. En Klein Druipje heette niet Klein Druipje omdat hij een druiper had. Maar die heette Klein Druipje omdat hij een kleine pik had. En het was toch zo vervelend, want er waren vrouwen die heel erg nodig bevrucht moesten worden. Maar door Klein Druipje ging dat niet. Nee. Dus langzamerhand stierf de hele familie uit. Oh, wat vervelend. Nou, opzouten, jij bent dood. En toen maakte Remco 2 sketches die jullie niet mogen zien, want die zijn best wel raar. Dus we gaan gewoon door naar de volgende sketches. Niemand weet dat ik tepelstreeltje heet. Oh. 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 Oh nee! Fris die ziet me! Nee, nu weet je mijn naam! Nee! Nee! Oh, mijn tepels. En dood. Oké, dan gaan we door naar het volgende verkrachte sprookje. Nog één! Oh, yeah! Oh, de beste trio ooit, of niet? Door een triootje. Ah, heerlijk. Oh, nee! Oh, nee! Oh, door een triootje wordt geraakt door sneeuwpikje en belandt in een permanente slaap. Oh, nee! Ah. En... Oh, en nu heeft Sneeuwpikje helemaal niemand meer en valt ze dood neer. Oh, nee. Oh, en mijn trio weer ellende. Oh, wat vervelend. Ik spring van het dak af. Einde. Nou, einde. Dit waren mijn sketch. Nou, dat waren de sketches. En ik heb echt genoten. Ik meen het. Ik vond ze echt ontzettend goed. Ja.
echt... Ja, maar goed, hè? Maar ook ontzettend kut. Ze waren echt heel slecht, jongens. Ze waren echt heel slecht. Ja. Ik vind het wel knap dat jij van... Dat je twee kanten gebruikt hebt, eerlijk gezegd. Je hebt twee kanten gebruikt. Heb je heel slim over nagedacht. Je er omheen moest lopen. Het is niet heel ver aangekleed, dat niet. Maar je bent wel slim geweest. Dus voor je decor krijg jij een 7,5. Het is We Are Number One in Minecraft. Dat is geweldig. Dat heb je goed bedacht. Alleen niet helemaal goed uitgevoerd, helaas. Je had geen tijd meer, denk ik, daarvoor. Maar dat maakt niet uit. Hij was zo goed. Dus ik heb voor mij een 8 voor je sketch. Een 8 van die homo bar? What the fuck? Oké, okay, nou is goed. Ja, nou, oké. Okay. Ja, dikke. Ik zou je zo een dikke min 2 kunnen geven voor de blok. Maar wat je er allemaal in hebt gedaan en wat je allemaal hebt gebruikt qua ruimtes. En je hebt zelfs een dak gebruikt. Dat vind ik wel weer heel knap. Dus voor jouw decor krijg jij... een 6,5. Maar kom op, man! Remco, voor jouw sketch. Remco, voor jouw sketch die belachelijk goed was. Want het waren meerdere sketches in één. Ik moest kapot aan het lachen. Remco, voor jouw sketch krijg jij van mij een 9,5. Een 9,5! Hoezo geen 10 dan? Omdat ik af en toe nog net niet helemaal klopte, af en toe, zeg maar. Jullie mogen nu bepalen wat het cijfer wordt van hun. Je mag gewoon in de reactie achterlaten van... Hey, ik geef hem wel een 10. En ik geef hem een 6 of wat dan ook. Of zet het in de reactie van... Hey, ik vond het helemaal niet leuk. Of vond hem het leukste. Of wat vind je het leukste aan? Maar Maat. Ja? Nee! Ik moet zeggen... Nee! Welk decor? Oh. Ik bedoel, hij heeft helemaal geen decor. Oh, daar kunnen ze niet meer op stemmen. Wat vervelend nou. Oh, nee. Oh, ja, oh, ja, we are number vervelend. 2, zeggen ze dan, hè? Ja. We are number 2. Ja. Ja. Man. Jongens, doe eens een duimpje omhoog als je het leuk vond. Doe even abonneren op een GameStop voor meer van deze soort video's. Doe even abonneren op een GameDorp, dat is ergens in de beschrijving. Doe ons even volgen op social media. En dan, dan is... Oh, jezus. Weg. Is alles weg? Nou, dikke doei!